Miranda's telefoon, die iPhone pikken en dan breng je het naar ons toe, ja? Ik ben Cassie Blokland en ik ga nu een meester Kemper interviewen. Wordt er veel gepest op deze school? Of er veel gepest wordt op deze school? Ja. Nou, ik denk dat er wordt op deze school wel gepest. Of dat veel is, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het niet meer of niet minder is dan op andere scholen. Maar er wordt wel gepest. En soms ook wel op een manier waarvan ik denk, god, dat vind ik heel erg. En dan ga ik ook proberen om dat probleem op te lossen. En soms is dat heel lastig, dat weet je ook wel. In jullie klas zijn we daar ook mee bezig geweest. Soms is dat heel erg moeilijk. Maar je kan daar nooit genoeg aandacht aan geven. Wat vind jij eigenlijk leuk aan deze school? Ja, dat het gaat tegen de pesten en dat geen mensen hier pesten. Juffrouw, als je klaar gaat doen. Hey, wat doen jullie? Wat doe jij nou? Nee. Waarom? Gaat het? Ga wel spelen. Wat doet de school tegen pesten? Nou, de school doet een aantal dingen tegen pesten. Waar we op dit moment mee bezig zijn, is een heel pestprotocol maken. Van, nou, wat gaan we nou doen hier met de meesters en juffen om goed in beeld te krijgen, om goed te zien wanneer er gepest wordt, dat we dat echt al goed zien. En als we dat dan hebben gezien, wat gaan we er dan met elkaar aan doen? Dat is één. Nou, jullie weten zelf ook, hè, een aantal weken geleden was het de dag of de week tegen het pesten. Nou, wat ben ik gaan doen? Ik ben alle klassen langs gegaan. Ik heb een verhaal gehouden over, nou, waarom is pesten zo erg? En hoe moet je daar nou met z'n allen aandacht aan besteden? Hoe moet je daarmee omgaan? Toen heb ik iedereen, ook zo'n bandje, dat weet je. Ja. Mooi allemaal bandjes. De kleuters hebben bandjes gekregen, maar natuurlijk ook de kinderen in de hogere groepen. En we hebben toen heel veel over pesten gesproken. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, ik vind dat er nog veel meer moet gebeuren tegen het pesten. Hoe voelde het toen jij gepest werd? Maar het voelde helemaal niet leuk. Bent u vroeger wel eens gepest geweest? Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het geluk gehad dat ik nooit gepest ben geworden. En dan moet ik je wel heel eerlijk zeggen, misschien ben ik wel ook wel een jongetje geweest dat vroeger andere kinderen wel eens heeft gepest. Dat zou wel eens kunnen, want ik was wel een druk mannetje.